Vlak voor de kerst blijkt dat het failliete Gesink Norba wordt overgenomen. Maar wat dat voor de werknemers gaat betekenen, is nog niet duidelijk. We hebben ze al een tijdje niet meer gezien, maar vandaag stonden er weer boeren te protesteren langs de A6. De aanleiding is een Tweede Kamerdebat. En Corrie Hop uit Lelystad heeft honderden kerstmaaltijden samengesteld voor klanten van de voedselbank. En daarbij krijgt ze hulp van niet de minste. Het is donderdag 21 december en dit is Flevoland. Goedenavond. De failliete vuilniswagenfabrikant Gesink Norba uit Emmeloord is overgenomen door Haller Benelux. Dat is een bedrijf dat restafval en herbruikbare afvalstoffen inzamelt. Een maand geleden ging Gesink Norba failliet. Vandaag heeft de nieuwe directie de hele dag met het personeel overlegd. Wat de overname precies betekent voor de 300 werknemers is nog niet duidelijk. Gesink Norba is actief in ongeveer 40 landen, maar draait ook al 15 jaar zware verliezen. De politie heeft gisterochtend een Almeerse jongen van 16 aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie op zondag. Die explosie gebeurde bij een woning op de Valletaweg in Almere stad. Er raakte niemand gewond, maar de ramen in de voorgevel sprongen en er was veel schade. Het was de tweede explosie afgelopen weekend. De eerste vond plaats aan het Freya-plantsoen in Poort. De politie denkt dat er een verband is tussen de twee knallen en is daarom een groot onderzoek gestart. Ook wordt er door de politie een verband gelegd met een geweldsincident. Dat gebeurde vorige maand midden in de nacht in een flatwoning aan de Borneostraat in Almere Buiten. Ik kan verder nog niet veel vertellen inhoudelijk over dat incident, omdat het onderzoek nog daarvoor loopt. Er zijn in ieder geval wel ook verdachten die daarvoor vastzitten. En de politie zegt dat de gisteren aangehouden jongen langer vast blijft zitten en dat hij wordt verhoord. De vlaggen moeten maar weer op zijn kop, dat zegt boer Siebenga. 10 tractoren stonden vanochtend op het viaduct over de A6 bij de Maxima Centrale. Boeren zijn boos dat vandaag in het Tweede Kamerdebat een oud lijstje rondgaat over vervuiling van het oppervlaktewater. Zij zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. Wij vinden dat dat kaartje zoals die op is gesteld, zeker hier in Flevoland, heel onterecht is. En wij vragen gewoon aandacht daarvoor dat mensen daar echt eens een keer over na gaan denken van klopt dit wel, de cijfers die er zijn. En komt die nutriëntenverontreiniging hier in Flevoland nou echt wel uit de landbouw? Want het is ook een kaartje van heel lang geleden, hè? Het is een kaart van 2013. En wij vinden ook, de landbouw die doet al afgelopen jaren al heel veel. Wij bemesten al niet meer langs de kanten. We zorgen er ook voor dat de waterkwaliteit veel beter wordt. En dat zien we ook echt in de sloten. Hè? Dat wordt ook gewoon beter. Bijval krijgen de boeren van voorbijrijdend verkeer. Uit actuele gegevens van het waterschap Zuiderzeeland zou blijken dat boeren niet de boosdoener zijn. Ze willen daarom dat er gekeken wordt naar deze recente metingen van het waterschap over de vervuiling. Nou, de juiste cijfers geven gewoon aan dat de besmetting, of de verontreiniging die hier in Flevoland plaatsvindt, gewoon maar voor een heel klein gedeelte uit de landbouw wegkomt. En eigenlijk voor een veel groter gedeelte komt doordat hier kwel onder water langskomt. Wij zijn voedselvoorziening. Mensen denken dat wij het milieu verontreinigen, maar dat doen wij niet. Wij houden mensen in leven. De boeren hadden hoge verwachtingen van het mogelijk nieuwe rechtse kabinet. Nou, het verbaast mij ook dat er nu over gediscussieerd wordt. Hè. Wij hadden gedacht van er komt een nieuwe regering. Met een nieuw beleid ook, daar rekenen we op. Daar hebben wij ook met z'n allen voor gestemd. Het was ook even stil wat dat betreft? Het was stil en dan komt zo'n kaartje komt plotseling weer tevoorschijn. Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde kaartje wat Van der Wal al eens een keer rond heeft gestuurd. Waar ook alle acties dat eigenlijk uit voort zijn gekomen. Nou, deze is minstens zo erg. En daarom voeren ze net als voorheen weer actie met de vlag ondersteboven. Ik vond dat een actie die terecht was. Maar wij zijn wel Nederlanders. Dus wij hebben een hekel aan om de vlag op een kop te hangen. Maar als het nodig is, ja, dan moeten de vlaggen maar weer op een kop. Het bedrijf Vinyl Recycling in Lelystad ruziet allang met de overheid en is daarom naar de Raad van State gestapt. Het bedrijf verwerkt PVC om het materiaal later weer te kunnen gebruiken in andere producten. Maar de overheid vindt het product afval. Een verschil met grote gevolgen. Ze draaien al anderhalf jaar op halve kracht en dat zijn ze bij het Lelystadse bedrijf Vinyl Recycling flink beu. Het bedrijf voelt zich tegengewerkt door de overheid en dat heeft alles te maken met hoe de ILT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het werk van het bedrijf klassificeert. Het bedrijf stelt dat het werkt met grondstoffen. De overheid zegt dat het bedrijf werkt met afval.
Kijk, dit is het materiaal wat wij als grondstof zien en wat de overheid nog steeds als afval ziet. Het is erg mooi granulaat en direct in een mooie nieuwe tuinslang of in een regelaars in te zetten. Of in profielen voor badkamers. Gewoon een mooi zacht PVC. En ik denk dat iedereen zegt, ja, dit is grondstof. Maar de overheid zegt, nee, het is afval. Vinylrecycling.com koopt in heel Europa partijen PVC. Dat kunnen resten zijn van PVC-vloeren, maar ook van die grijze rioolbuizen of kunstleer. Ja, we krijgen dat binnen in rollen, in afsnijsels en dergelijke. En dat kunnen we schredderen, kunnen we malen, kunnen we een poeder van maken of we kunnen er een granulaat van maken. En daar kun je dus weer nieuwe producten van maken? Ja, dat is gelijk eigenlijk weer direct inzetbaar in een nieuw product. Het gaat eigenlijk vanuit ons gaat het weer naar een nieuwe producent die er weer een eindproduct van maakt. Yes. Recycling dus? 100% recycling naar een nieuwe grondstof. Helemaal niet, zegt de overheid. Dit bedrijf werkt niet met grondstoffen, maar met afval. Die beoordeling heeft grote gevolgen voor het bedrijf, want afval mag je niet verkopen buiten Europa. Ja, de douane houdt dan zo'n container tegen en die zegt van, ja, afval mag je niet versturen. Terwijl het dus een grondstof is, we versturen dus een grondstof. Maar de overheid zegt, ja, afval, dus het mag niet verstuurd worden. Die opstelling van de overheid is het bedrijf meer dan een doorn in het oog. Het levert het bedrijf schade op. Al anderhalf jaar hebben we dus nu halve capaciteit. Inmiddels 25, 27 man ontslagen. Het middenmanagement is eruit. Alle mensen uit de productie zijn bijna weg. Het is meer dan de helft van het personeel is eigenlijk ontslagen. Het is ons niet gelukt om de inspectie tot een ander inzicht te bewegen, zegt Huip van Gulik. Om voor eens en altijd duidelijkheid te hebben, is het bedrijf naar de Raad van State gestapt. We hopen uiteraard dat hij met ons meegaat. Dat zij ook zeggen van jongens, dit is een grondstof. ILT kijkt er even op een andere manier naar. Want het is natuurlijk te zot voor woorden dat we met dit soort voorraden blijven zitten. Terwijl dat gewoon weer een mooi nieuw product kan worden. Ja, gaan we naar kort nieuws. Twee inzittenden van een auto zijn vanmiddag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom in Dronten. De bijrijder raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk was rond 1:15 op de Drontenmeerdijk ter hoogte van de Revensluis. De auto kwam onderaan de dijk tegen een boom tot stilstand. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Een deel van de weg was afgesloten voor onderzoek. De verlichting op de parkeerplaats van winkelcentrum Oosterwold in Almere kan uit veiligheidsoverwegingen in de nacht niet uit. Ook is het technisch niet mogelijk. Dat schrijft eigenaar Bun Vastgoed in een brief aan de buurtbewoners. Ze vroegen in een petitie de lichten in de avond na sluitingstijd van de winkels te dimmen, omdat het anders te licht blijft in de wijk. En dat past niet bij het karakter van Oosterwold, vinden ze. Bun zegt wel toe de gevelverlichting na sluitingstijd met 30% te dimmen. Het is niet mogelijk om snel de dienstregeling voor buslijn 218 van Urk naar Lelystad aan te passen, zodat die beter aansluit op de NS-treinen. De provincie gaat wel met vervoerder EBS in gesprek of de aansluiting in 2025 kan worden verbeterd. Dat antwoordt het College van Gedeputeerde Staten op vragen van de SGP in Provinciale Staten. De fractie verbaast zich erover dat lijn 218 ochtends in Lelystad aankomt als de Intercity richting Den Haag 4 minuten daarvoor al is vertrokken. Reizigers moeten bijna een half uur wachten. Lelystad Oost krijgt hulp van een oude bekende, want oud-minister Arie Slob gaat zich inzetten voor het oudste deel van de stad. Daar zijn namelijk al een hele tijd problemen. Woningen worden niet goed onderhouden, jeugdcriminaliteit stijgt en veel bewoners hebben een laag inkomen en schulden. Het gaat om de wijken Atolwijk, Zuiderzeewijk, Boswijk en Waterwijk. Nou, er is hier al heel veel bezig. De gemeente Lelystad samen met allerlei partijen zoals de woningcorporaties, de politie, het onderwijs, ook het bedrijfsleven, die hebben echt de handen ineen geslagen. Verschillende subsidies moeten helpen om de wijk te verbeteren en Arie Slob moet dit in goede banen gaan leiden. Dat is wel even iets anders dan zijn rol als minister of Tweede Kamerlid. Hoe komt hij hier terecht? Ja, goede vraag. Vanaf januari ga ik aan de slag. Ik ben gevraagd of ik me hiervoor zou willen inzetten. En dit is wel een heel mooi gebied waar hele mooie dingen gebeuren om de leefbaarheid voor de mensen ook verder te verbeteren. Te zorgen dat de jongeren ook een goede toekomst hebben. En dat raakte mij. En daar wil ik me ook heel graag voor inzetten. Om daar ook in de komende periode weer verder invulling aan te geven. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het geld dan ook daar dan terecht komt?
Ik ga vanaf januari aan de slag, dus ik zal mijn weg daarin moeten vinden. Maar ik weet dat men in deze wijken heel eensgezind samenwerkt ook met de bewoners. Dat de bewoners ook betrokken worden bij wat er gebeurt. En het is ook belangrijk om ook met hen in gesprek te gaan op het moment dat er ook weer geld beschikbaar is om in te zetten. Om ook te zorgen dat dat op de goede plek terechtkomt en voor de doelen die ook het meest urgent zijn. Hoe moet het hier over een jaartje of 5 uitzien? Nou, er wordt flink geïnvesteerd in de woonomgeving van mensen en in de woningen van mensen. Dus woningen die dat ook nodig hebben, zorgen dat ze verduurzaamd worden. Dat het hier mooi groen blijft. Dat het ook veilig op straat is. Dat is ook natuurlijk ontzettend belangrijk voor mensen. Dus er zijn hele mooie doelen gesteld. Daar wordt ook al heel hard aan gewerkt. Daar zijn de bewoners zelf ook mee bezig. Hè. Er zijn hele mooie initiatieven ook al in de wijk. Denk aan de klusswinkel. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe bewoners zelf ook bezig zijn. En ja, het zou heel fijn zijn als we dat verder kunnen doorzetten. En ook zorgen dat het hier goed blijft gaan. Hoe komen de pakketten die DHL had moeten bezorgen in de sloot terecht? Dat gaat de pakketdienst uitzoeken. Lely Stedeling Amber de Groot ontdekte een stuk of 5 pakketten in een sloot langs de Bosweg. En ze was zo lief om er een paar zelf naar het juiste adres te brengen. Hier aan het begin lagen eigenlijk verschillende pakketten in het water. En ja, ik vond het een beetje vreemd uitzien, dus ik dacht ik pak een stok en ik haal alles eruit. Ja, en hoeveel pakketten lagen er in het water? Ik heb er 5 kunnen vinden. Tenminste 5 adressen van verschillende mensen. En die heb ik eigenlijk allemaal in een tas gedaan. En toen ben ik eigenlijk de adressen afgegaan om het pakketje terug te brengen naar een rechtmatige eigenaar. En kon je ze alle 5 al meenemen dan? Er was nog een tasje zeg maar, die half open was. En daar heb ik eigenlijk alles ingepropt om vervolgens naar huis te lopen om het daar in de auto te doen. Er was een Adidas broek zat erbij en die was wel echt flink doorweekt en vol met kroos. En de rest zat allemaal een plastic zakje omheen, dus dat was nog redelijk goed tegen het weer en het water. Maar de rest, de dozen van de bol.com en van de rest was wel aardig klaar. Waar moesten ze bezorgd worden? Was het hier in de buurt? Ja, dat is, wat is het? Verschillende adressen van de Carville. Bij de Carville 43 heb ik er 2 bezorgd. Carville 55, 57. Ik ben nog bij 5 geweest en Koch 8. En hoe reageerden de mensen die dan die pakketjes alsnog van jou kregen? Nou, ze waren wel heel erg blij dat ik ze überhaupt terugbracht. En ze vonden het gewoon schandalig dat er zo omgegaan gaat worden met de pakketten. En, maar vooral heel blij dat ik eigenlijk naar hun toe kwam en foto's heb gedeeld, zodat ze in ieder geval een onderzoek kunnen starten of een klacht kunnen indienen. Nou Amber, de stok die ligt hier nog, die heb je nou weer in je handen gepakt. Ja, klopt. En er loopt een weggetje over de sloot. Andere kant van de weg, daar drijft nog iets in het water. Ja, klopt ja. En dat is mogelijk van een van die pakketten. Ja, ik herken het, wat is het, het bedrijf. Ik weet dat een van de mensen, die miste nog iets van het pakket. Het zat het over iets van pillen, dus iets van vitaminepillen. Dus ik denk dat dat het is. We gaan even kijken. Ja, dat is goed. Het is inderdaad een strip met pillen. Maar inderdaad, dus het is een stripje. En dat zijn waarschijnlijk vitaminepillen. Ja, want ik weet dat het andere pakket, dat was visolie. Dus ze zei dat ze nog wat misten. Dus ik denk dat dit van mevrouw is. Bijzondere vondst. Dan blijven we nog even in Lelystad. Want mensen die daar zijn aangewezen op de voedselbank krijgen deze week een mooie verrassing voor de kerstdagen. Een kant-en-klaar luxe 3-gangen diner, gedoneerd door lokale ondernemers en gemaakt door de leerlingen van praktijkopleiding De Steiger. Initiatiefneemster van de actie is Corrie Hop, eigenaar van restaurant Silver in Lelystad. Samen met vrijwilligers, leerlingen en sponsoren zoals de Rabobank, Rotary Club Lelystad, maaltijdenmaker Marvo en Flevosap heeft ze 610 diners samengesteld. Nou, we zijn 3 weken terug gestart met een productie dus van een 3-gangen diner. Waarvan we de voorgerecht en het dessert hebben geproduceerd met alle leerlingen hier zo. Met allemaal leuke componenten dat ze ook iets leren om het maar zo te zeggen. En hoe was dat? Ja, heel leuk. Heel leuk. Echt heel leuk. Het is eerst in instantie natuurlijk een uitdaging. Maar in tweede is het gewoon heel leuk ontvangen. Iedereen vindt het leuk om eraan mee te werken. En het is natuurlijk een leuk doel wat we hebben met elkaar. De mensen die deze pakketten krijgen, hè, wat zijn dat voor mensen? Het zijn mensen die in de armoedegrens leven. En ten alle tijden al naar de voedselbank gaan.
En dat zijn allemaal gezinnen, soms met 1, 2, 3 kinderen. En ja, die gaan daar echt voor hun dagelijkse boodschappen naartoe. Ja, en dat zijn mensen die met kerst het extra moeilijk hebben, omdat er eigenlijk geen extraatje vanaf kan. Ja, klopt. En dan eigenlijk gewoon een normale maaltijd gaan maken met de kerst van het eten wat ze daar hebben opgehaald. Ja. En ik denk, ja, dat is wel speciaal om iets anders te doen, om mensen ook echt een kerstdiner te geven. De eerste pakketten zijn inmiddels uitgedeeld. Veel gezinnen zijn vooral overweldigd door de actie. Als je in een positie bent waar je steeds met van alles niet mee kan doen, en van alles niet kunt kopen en ook niet voor je kinderen bijvoorbeeld. En zeker een periode als kerstmis en oud en nieuw, daar is toch heel veel emotie ook bij. Is het fantastisch dat wij als Voedselbank samen met alle mensen die aan dit project hebben meegewerkt, dat kunnen aanbieden. En het was echt een grote verrassing voor ze. Volgens docent horeca van praktijkopleiding De Steiger waren zijn leerlingen enthousiast om aan de actie mee te werken. Het is een fantastische opdracht om dit te mogen doen. Zeker voor de mensen die een beetje in de armoedegrens leven. De leerlingen hebben ontzettend veel van geleerd. Het is niet één gerechtje die ze moeten maken, maar 610 gerechtjes. Dat was best wel een hele organisatie, want het moest er in de vriezer, uit de vriezer. Maar tot heden zijn we nog super trots dat het allemaal gelukt is. Op het menu staat een groenteterrinetje. Als hoofdgerecht krijgen ze wat kip. En als nagerecht hebben we een speculaastaartje met een vanillesausje en een frambozen krumelen. Chic hoor. Ja, het is echt chic. De mensen gaan echt genieten met de kerst. Ja, dan hebben wij ook wat uit te delen. Want deze hele week deelt Omroep Flevoland kerstpakketten uit. Ook vandaag mocht verslaggever Raoul Kuipers op pad. Hij ging naar Almere Haven, waar Wendy vindt dat haar vader echt een mooi kerstpakket verdient. Het is vandaag de ene laatste dag van de kerstpakkettenactie. En ik sta vandaag in Almere Haven samen met Wendy Spijer. En we gaan jouw vader verrassen, dus laten we snel die kant op gaan. Want we zijn hier niet met lege handen en we zijn hier niet zomaar. Want we hebben dit kerstpakket meegenomen. En die krijg je met een hele mooie reden van je dochter. Ja, dit pakket vind ik dat je het echt verdiend hebt. Vooral naast de heftige periode. Dat jij ziek werd, dat Ma heel ziek werd en heel snel ging overlijden. Dus deze heb jij verdiend. Nou, geweldig. Alles wat je moet helemaal overrompeld zeggen. Een loodje. Ja, want het is best een zware periode geweest voor jullie. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik had longkanker. En ze hebben mijn long weggehaald. Een longkwap. En toen kreeg ik chemo. En ben ik heel ziek van geworden. En toen kom ik weer in de molen. En ik had veel vocht. Dan hebben ze vocht weer operatief verwijderd in de VU en restlong weggehaald en mijn vrouw is overleden. Kijk, ik had niet over praten. Nee, dat snap ik. Nu kan ik me ook voorstellen dat jullie natuurlijk een hele hoop steun bij elkaar weghalen. Hoe kom je daar samen doorheen? Ja, door ook erover te praten, door elkaar te helpen en voor hem te zijn. Af en toe komt hij ook even bij ons eten. De kleinkinderen, vooral mijn zoon, die komt elke avond hier bij opa langs. Die komt hem helpen. Brengt eten. Mijn broer die woont hier om de hoek, die brengt elke avond eten. Dus ja, zo proberen we elkaar te helpen en er doorheen te komen. Ja. En hoe gaat het nu met u? Ja, gaat de goede kant op. Gelukkig wel, dankzij inderdaad de hulp van mijn kinderen, kleinkinderen. Oh, dus de hele familie komt wel langs? Ja, zeker, zeker. Ik heb een heel grote steun aan. Dit was de ene laatste dag van de kerstpakkettenactie, maar morgen hebben we er nog eentje te gaan. Dan weer van een andere plek in Flevoland. Dus tot morgen. En dat hoor je live bij Marco en Arnoud om 9:30 ochtends bij ons op de radio. Dit was Flevoland voor vandaag. Morgen zijn we er dus weer. Voor nu een hele fijne avond. Dag!